zijn aanbeland op dag 2 van de Aegon Copa Amsterdam. Ja, hier op de achtergrond speelt Ajax momenteel zijn tweede wedstrijd. Maar wij zitten hier aan tafel met John Jaken, oud-voorzitter van Ajax. Aan de andere kant zit Theo van Duivenboden, lid van de, ja, van de Raad van Commissarissen. Welkom heren. Ja, het is alweer de 9e Copa. Wat maakt dit toernooi nou zo uniek? Wat is de kracht van dit toernooi? Nou, ik denk, het is deels geschiedenis natuurlijk. Het oude blauw-wit toernooi had een enorme geschiedenis en naam en faam, zeg maar even. Iedereen die bij Ajax toedeed, die heeft op het blauw-wit toernooi ooit gespeeld. En de kracht hiervan is denk ik dat die sfeer wordt doorgezet. En de manier waarop ze het organiseren is toch wel heel uniek, heel Amsterdams. Ze hebben het weer tot leven gebracht en op een fantastische manier. En waar kijkt u persoonlijk nou het meest naar uit op zo'n toernooi? Wat is voor u nou echt een hoofdpunt? Nou ja, Theo en ik zijn lid van de Raad van Advies al vanaf het begin. Mm-hmm. Dus je kijkt er dan wat anders tegenaan dan de gemiddelde bezoeker hier natuurlijk. Toen ik binnenkwam, toen dacht ik, veel mensen. Dus je weet hoeveel energie en tijd erin gestoken wordt door de jongens. En als het dan, dit weer. Dus je denkt, van wat wordt het voor weer? En komen de mensen. Nou, en dat voetbal, daar kunnen wij toch niet veel aan. Want we moeten de jongens op het veld doen. Maar die hele omgeving is natuurlijk wel fantastisch. Want Theo, ik ben net in het stadion. Waar bent u vandaag vooral voor gekomen? Nou, uiteindelijk kom ik voor het voetbal. Ik zie wat John zegt, we zitten al vanaf het begin. Toen deze drie jongens, of in eerste instantie waren het er twee, die het idee hadden om het blauw-wit toernooi weer nieuw leven in te blazen. Want dat was al 15, 20 jaar niet meer gebeurd. En daar is natuurlijk veel geld voor nodig. Toen hebben we gezegd, het lijkt ons een fantastisch idee. Hebben we nog helemaal niet in het Olympisch Stadion gedacht. Toen zijn we met blauw-wit gaan praten en daar heeft het de eerste 5 jaar geloof ik gedraaid. En er kwam ook al redelijk veel publiek. Alleen ja, bij dit soort toernooien, het zijn allemaal onbekende jonge spelers, waarvan je hoopt dat ze later de top in hun land bereiken. Heb je natuurlijk wel de mazzel nodig dat het niet 3 dagen regent. Ja, de eerste dag heeft het inderdaad geregend en toen konden we zien dat het gewoon... Tot een uur of 11, want ik was hier gisteren ook, daarna heeft het eigenlijk niet meer geregend. Ik verwar het met de Cruyff Cup. Slecht en dan zie je inderdaad gelijk dat het gewoon klopt. Dit is het ideale weer. Mensen gaan niet naar het strand. Juist. Zoals we achter ons kunnen horen en zien, de sfeer zit er goed in. Ja, het is natuurlijk heel apart. In 3 dagen komen hier, als het een beetje meestal met weer al gauw tussen de 11 en 14.000 toeschouwers. En dat zou natuurlijk een ideaal beeld zijn, maar daar heb je ook weer andere clubs bij nodig, dat je hier nog veel meer mensen kan krijgen. Want even over andere clubs. Hoe bereidwillig zijn buitenlandse clubs om hier naartoe te komen met hun jeugdelftal? Weet u daar iets van? Zeer. Het is natuurlijk een goede naam en een goede kwaliteit. We hebben goede clubs meegespeeld. We proberen natuurlijk ook weer andere clubs te halen, maar dat lukt niet altijd in verband met het schema. Soms zit je gewoon vast. Of het is een centenkwestie. Soms is het heel duur, dus dat kunnen we niet betalen. Maar meestal is het zo dat de club wel wil komen, maar die heeft andere verplichtingen. En dat zijn die schema's. Maar even zo'n toernooi dient natuurlijk ook als een soort springplank voor jong talent. Hoe werkt zoiets nou? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, ik denk dat hier vandaag weer veel internationale scouts zijn. En als die scouts goed zijn, dan halen ze die onbekende jongens die bepaalde kwaliteit hebben, weten ze wel op te halen. Ik heb het niet zo 1, 2, 3 paraat, maar de afgelopen jaren zijn er heel veel spelers geweest die nu ergens in het eerste elftal in Europa spelen. Maxwell hebben wij in Terborg, een ander toernooi. Ja, Terborg. Daar komt Maxwell vandaan. Daar is Maxwell ontdekt. Ja. Ja. Een soortgelijk toernooi. Ja, dat is natuurlijk ook het elftal van Ronald de Boer dat hier speelt, Man United. Voor dat soort jongens is het ook een uitgelezen mogelijkheid om zichzelf in de kijker te spelen. Wat vinden jullie van dat project? Nou, als ik daar iets van mag zeggen, wij hebben in eerste instantie, toen Sander en zijn collega's hiermee kwamen, hebben gezegd, jongens, wordt dit geen heidense klus? Als je dit op zo'n manier opzet, dan heb je kans dat je misschien een paar duizend aanmeldingen gaat krijgen. En hoe ga je dat dan regelen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, die paar duizend aanmeldingen zijn gekomen en dat hebben ze echt hartstikke goed gedaan. Ze hebben de 300 geselecteerd en van die 300 zijn er nu denk ik hier een stuk op 28. En er zit natuurlijk nog een ander aspect aan. Je maakt er ook meteen iets heel landelijks van. Waardoor je de mogelijkheid hebt, als je dit doorzet, dat je ook weer toeschouwers uit andere delen van het land gaat krijgen. Nou, wij als mediateam zien inderdaad de belangstelling per jaar toenemen, ook voor het toernooi. Dat moet hier natuurlijk ook erg positief. Ja, maar dat kost tijd om te bouwen. Hè. Dat kost tijd en geld.
geld en ervaring en een positie. Nou, als je ziet, wij zijn destijds van blauw-wit hier naartoe gegaan. Ook dat hebben we Dat was al een enorme discussie. Maar wel een enorme stap. Is het niet te groot? Ja. Maar ja, we hebben toch, ze hebben het toch gedaan. Wij zijn ook raad van advies. We zijn geen commissaris. Die jongens moeten het doen. Ed en Sander. Maar die stap is toch gemaakt. Nou, je ziet dat het al groeit. En veel medewerkers van de directie van het stadion. Absoluut. En de sponsoren natuurlijk. Ja. Niet te vergeten, hè? Niet te vergeten. De eerste sponsor van Theo, zeg maar even. En nu Aegon. En Aegon is natuurlijk een fantastische sponsor. Een grote naam. Met een landelijke uitstraling. Precies. Ja. Wat is nou, het is wel de negende Coppa, maar wat is nou veranderd als je kijkt naar de voorgaande jaren en naar dit jaar? Wat is er dan veranderd? Behalve het stadion. Ja, en het deelnemersveld uiteraard, maar... Het concept is wel hetzelfde gebleven. Nou, het stadion moet je natuurlijk niet vergeten, want het geeft toch een andere vorm van power. Dan dat je, kijk, niks ten nadeel van blauw-wit, want blauw-wit is eigenlijk uiteindelijk de gangmaker. Want toen deze jongens met blauw-wit gingen praten, die waren meteen laaiend enthousiast. Ja, die zagen dat. Maar hier krijg je uitstraling. We hebben natuurlijk een aantal jaren dat het op tv was. Nou, dat is dit jaar geloof ik niet, want het kost ook... het is natuurlijk de wereld omgedraaid. De tv kan uren uitzenden en daar willen ze nog geld ook voor hebben. Dat is natuurlijk een beetje een gekke zaak. Terwijl je uren kan draaien, terwijl er misschien redelijk veel mensen naar kijken. Dus dit jaar is er jammer genoeg geen tv. Maar anders zou het natuurlijk ook fantastisch zijn voor de sponsors die zich hier aanmelden. John, je bent natuurlijk al een aantal jaar uit beeld bij Ajax, aangezien je niet meer de voorzitter bent. Kun je vertellen wat je tegenwoordig wat jou bezighoudt? Professioneel? Ik heb een bedrijfje voor mezelf gestart. Ik ben adviseur. Ik heb 6 commissariaten en ik adviseer organisaties, bedrijven, particulieren op een aantal onderwerpen. En meestal hoofdpijndossiers, zoals ik zeg. Er is een probleem en dat is moeilijk om op te lossen. En althans, het lijkt moeilijk om op te lossen. Niet dat ik nou een wonderstokje heb. Maar soms doen mensen van buiten, die hebben net even wat andere blik of een andere toon of minder historie, minder beladen. Nou, die kunnen daar een hele goede rol in spelen. Ik heb natuurlijk heel veel bestuurlijke ervaring op allerlei terreinen. En die probeer ik dan, in mijn praktijk uit te nutten. En Theo, waar ben jij nu vooral mee bezig? Oh, ik ben met verschrikkelijk veel verschillende dingen bezig. Zeer druk. Ik ben 10 jaar geleden dacht ik te stoppen met werken. Maar toen is er van alles op me afgekomen. Ik ben commissaris bij een groot bedrijf. Ik ben ergens adviseur. En ik ben 3 jaar geleden met een partner die hier zijn praktijk heeft. Dus een bewegingswetenschapper, Joost Haasters. Die liep tegen een machine aan bij AC Milan. En ik zag de toepasbaarheid ervan. Toen is hij naar Amerika gegaan en we hebben de rechten voor Nederland gekregen. En die machine staat nu na 3 jaar bij 65% van alle betaalde voetbalverenigingen in Nederland. Staan er 1 of meerdere bij de KNVB, bij een heleboel sportbonden, bij fysiotherapeuten en orthopedische chirurgen. En er staan er zelfs hier 2 voor het geval er blessures zijn waar zwellingen optreden. Bij, is het Fysiomet die hier staat? Verspeld wordt hij ook deze reclame. Ja, dat is wel een hele goede reclame. Ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen. In geval. Ja, maar ik heb geen naam genoemd. Ja, er staan er 2 daar. Hoe heette die afvraag? De Came Ready. Het is in wezen heel simpel. Stel dat jij bent aan het trainen en je gaat door je enkel heen, dan heb ik het over sport, en je hebt zo'n enkel. Wat doe je dan? Nou, dat gaat hij mij vast vertellen. Dan ga je die ijszak pakken. Nou, we hebben zo'n machinetje, maar je moet er zo meteen eens gaan kijken. Het werkt fantastisch. Oké, dan heeft het dus erg druk. Ja. Ook op het gebied van Ajax heeft het natuurlijk veel te doen. Ja, ik heb in de aanvangsperiode van vorig jaar april, toen waren we nog niet officieel aangesteld, heb ik het tot en met de aanstelling van de nieuwe directie, heb ik het behoorlijk druk gehad. En nu zit er een nieuwe directie en zij moeten het in wezen doen. Dus in principe kunnen we wel stellen dat u een stuk minder dicht bovenop zit nu? De directie moet het doen, maar ik ben heel redelijk veel op de toekomst. Ja. Wel betrokken, erg betrokken. Ja, zeer betrokken, ja. Hoe verloopt de communicatie tussen u en de directeur? Ik denk heel erg goed. Als commissaris praat je een keer of 6 per jaar met elkaar. Dan ligt dan een agenda onder enzovoort. Maar je bent nu toch bezig over de ijs. Je denkt heel uitgenast te zijn. Nou, als we dan naar jullie 2 kijken samen. Ja. Jullie zitten dus in de adviesraad onder andere van in toernooi. Ja. Ze spreken
spreken jullie elkaar vaak? Nou, ik denk 4 keer per jaar of zo. Ja, ja natuurlijk informeel. Bij de wedstrijden. Bij de wedstrijden bij Ajax natuurlijk. Ja, altijd. Dan heb je het er soms over. En ik spreek met Sander regelmatig en Ed. Dat zal Theo ook doen. Dus ik denk 4 keer per jaar, 3 keer per jaar komen we bij elkaar. Ja, 1 keer of 4 per jaar komen we bij elkaar. En nu zitten we uiteraard hier ook bij elkaar. Ja, natuurlijk. Ja. Want dit is natuurlijk de kroon op het werk hier. Hebben al die mensen het voor gedaan. En zijn er nog spelers waar jullie extra goed op letten vandaag? Of is het vooral de teams die centraal staan? Ik kijk natuurlijk voornamelijk als ik hier ben bij Ajax. Ik heb begrepen dat, ik heb hem gisteren nog niet gezien, maar we hebben een speler van PSV gehaald. Bazour. En ik dacht dat hij misschien vandaag wel mee zou doen. Hij speelt nu. Dan bedoel ik. Dan lijkt het me een goed moment om inderdaad af te sluiten, zodat we naar de wedstrijd kunnen kijken. Ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid. Heel dank, graag gedaan. Ja, goed. En jullie ook succes. Dankjewel. Oké. Okay.